Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Classy Girls. Kleding voor meisjes met stijl. Sparta zakte afgelopen zaterdag naar de 13e plaats op de ranglijst in de Eerste Divisie. Is het vertrek van Wiljan Vloed, Ruud van Os, de oplossing? Nou, het vertrek van Wiljan Vloed is natuurlijk niet de directe oplossing, maar ik denk wel een voorwaarde om tot de oplossing te komen. Dit is FC Rijnmond. Hartelijk welkom, goed dat je bent voor deze editie van FC Rijnmond die we helemaal wijden aan Sparta. Dat heeft natuurlijk vooral te maken met de gasten. Ruud van Os, onze chef sport. Maar met name natuurlijk Wiljan Vloed, voormalig directeur moet ik zeggen van Sparta. Maar je zit nog wel achter het bureau. Ja, ik blijf ook de zaak wat overdragen. Dat is ook de bedoeling dat ik dossiers naar Manfred de Ros breng. Ja, nee, je kunt niet de ene op de andere dag stoppen. Hè. Heel veel projecten zijn langlopend. Nou, daar moet je een goede overdracht voor zorgen. En met wat voor gevoel zit je daar? Ja, een beetje een bizar gevoel. Het is niet een kwestie van, laten we dat vooropstellen, van blijheid of opgeluchtheid. Dat zeker niet. Maar ik vind wel dat je werk tot het einde goed moet blijven doen. Dus dat doe ik dan ook. Jij zag van de week in de volle storm waarin die club toen verkeerde, ook de menselijke maat weer. Ja, dat was mooi. 5 maart was dat. Het sportdebat wat wij hebben opgenomen en uitgezonden werd opgenomen in het Sparta Stadion in de Business Lounge. Dus ik zat boven het kantoor waar Wiljan Vloed toen werkzaam was. En ik zat bij het raam en ik keek naar beneden. En toen ging hij gewoon naar huis om 5 uur, zoals ieder mens dat gewoon doet. En hij werd opgehaald door zijn partner. En daar, ja, dan vindt een ontmoeting plaats. Daar valt een zoen en mensen gaan gewoon naar huis. En dan denk ik, ja, het is ook gewoon een mens, ondanks die enorme emmer kritiek die over hem uitgestort wordt. Die kritiek, Wiljan, die gaat vooral over de professionele realiteit. En die is dat je bijna 3 jaar verantwoordelijk bent geweest bij Sparta, eindverantwoordelijk. En dat het uiteindelijk niet heeft opgeleverd waarvoor je bent gekomen. Nee, dat is duidelijk. Kijk, ik zat bij NEC, kan doorlopen contract. Sparta wordt benaderd je en dan heb je 1 doel. En dat is de promotie naar de Eredivisie. Zet je plan in werking, dan zeg je je contract op bij NEC met 1 doelstelling om Sparta te laten promoveren. Nou, en dat is niet gelukt wat we wilden. En wat is daar dan de conclusie van voor wat betreft jouw eigen functioneren? Nou ja, kijk, je hebt een dubbelfunctie, AD, TD. Dat hebben we bewust gedaan. Hè. Dat was ook het mooiste. Is als je de interviews leest in de periode mei 2011, was iedereen heel blij. Want eindelijk was er 1 sterke man die al lijntjes in handen zou krijgen en de koers zou gaan varen. Nou, datzelfde verhaal krijg je nu terug, dat je de enige bent die iets bepaalde en daardoor juist te weinig overleg is gevoerd. Nou ja. Ik denk dat je een rol hebt. Ik denk dat je verantwoordelijk bent voor heel veel processen. Ook verantwoordelijk bent voor de prestatie op het veld. Niet alleen, maar daar heb je natuurlijk ook wel een verantwoording in. Alleen, ik ben en de trainer is niet verantwoordelijk voor de bal binnenkant paal. Dat ben ik ook niet. Maar ik vind wel dat ik ook niet verantwoordelijk ben voor de instelling of de speelwijze op Toch het veld. Toch lijkt het wel alsof het moeite kost om te zeggen, nou jongens, ik heb keihard gewerkt. Ik heb alles gegeven. Het is niet gelukt. Dat was mijn verantwoordelijkheid. Sorry. Nee, maar kijk, A, vind ik hard werken vind ik iets normaals. Dus dat vind ik echt niet zo dat ik dat moet roepen vanaf deze kant. Als ik alleen maar voor 1 ding aangesteld werd, ja, dan vind ik ook dat als het enige was, de opdracht was van promotie, dat was wel de belangrijkste en is de grootste. En daar valt heel veel op omdat dat aan de buitenkant goed zichtbaar is. Maar mijn taak was meer omvattend, was veel breder dan alleen het eerste elftal weg te zetten. Er moest ook het nodige gebeuren binnen en de club. Toch willen die supporters liever Absoluut. Een keer sorry horen. Ja, maar het gaat niet om sorry. Sorry vind ik gewoon als je bewust iets verkeerds hebt gedaan. Ik zal absoluut fout hebben gemaakt, ik zal absoluut dingen verkeerd hebben gedaan. Maar ik heb geen 1 fout met voorbedachte raden of met een intentie gedaan van nou ja, jammer dan. Ik heb alle beslissingen genomen in volle overtuiging dat dat de juiste beslissingen zouden zijn van Sparta. Maar vind je nu echt dat je onterecht afgerekend wordt? Nee, ik vind niet dat ik onterecht afgerekend word. Ik vind dat juist dat je afgerekend mag worden op de prestatie die je levert. Dat vind ik gewoon, dat is inherent aan het vak binnen de voetballerij. Het gaat over de wijze waarop er op dit moment afgerekend wordt. Dat heeft niets meer mee te maken met mijn functioneren. Dat heeft mee te maken dat er een menselijke kant is. Dat heeft gewoon mee te maken met schieten met hagel. En als mensen tegen mij hadden verteld, je hebt niet gefunctioneerd, we nemen afscheid van jou, dat gaan we op een goede manier doen. Dan denk ik, ja, dat is inherent aan het vak. Dat kan ik accepteren. Daar heb ik het minste moeite mee. Waar ik veel moeite mee heb, is met name de wijze waarop.
Nou, maar het heeft natuurlijk ook mee te maken dat dat zo lang geduurd heeft. De onrust is er al heel lang. En hoe langer die onrust blijft aanhouden, des te heftiger die wordt. En dat naderde afgelopen weken een kookpunt. Ja, daar gaan mensen in over de schreef, dat weten we allemaal. Maar dat heeft daarmee te maken. Het duurde zo lang voordat er eindelijk een beslissing werd genomen. Nou, dat is helemaal niet waar. Want wat het is, is in april 2013... Toen hebben we met z'n allen afgesproken dat we een heel zwaar derde jaar gingen krijgen. Dat we alle linies gesloten dienen te houden. Daar hebben we met z'n allen afgesproken, gaan we daarvoor. Dus degene die dan het zwaarste verduren krijgt, is degene die het meeste in de media verschijnt. Is degene die het gezicht op de tv is, degene die het verhaal vertelt. Maar we hadden wel een afspraak met z'n allen om daar vol voor te gaan. Dat hebben we met welis en wetens met elkaar afgesproken. Ik ben dan niet degene die als eerste gaat zeggen van nou jongens, dit hebben we afgesproken, maar nu gaan we de handdoek in de ring gooien. We hebben continu met de Raad van Commissaris en een belangrijke sponsorgroep, hebben continu overleg gehad, hebben ook continu gesproken, ook over mijn functioneren, over alle beleidsstukken. Er is geen één keer een beslissing genomen die niet breed gedragen is. We hebben zelf, maar dan moet ik even goed nadenken Ruud, ik dacht 24 januari met alle grote sponsoren nog op een boot ja, gezeten. Daar hebben we ook volledige steun van de sponsoren gekregen. Zelf een man die zei van Miljan, wij zijn volledig achter jou. En die nam het woord en zei stop, we gaan een lekkere borrel drinken. Ja, dus zo lang heeft het niet geduurd. Is dat ook het punt, Ruud, waarvan jij zegt, ja, dat zijn die sponsoren, ja, die zeggen dan tegen hem, ja, precies, dat wilde ik top gozerd ben je. En tegen wij nodigen Duan uit bij je tennis en hij staat te gast. En in de avonden daarvoor hoor ik alleen maar geklaag over Sparta en over Wiljan Vloed. En op de avond dat hij er is, staan ze zijn stof uit zijn jasje te kloppen van dat hij het zo fantastisch doet. Ja, dus kan ik me aan één kant wel begrijpen hoe hij zich voelt, maar je bent toch niet doof geweest voor die geluiden. Die geluiden waren er wel. Nee, maar kijk, het is bizar wat van geluiden mensen mogen uiten. Natuurlijk lees ik ook wel zo het ITWM. Afschuwelijk wat daar komt. Hè. Gisteren was een man, ik ben zijn naam vergeten, die schreef een column over het verzoensnormen. Ja, natuurlijk ben ik niet doof. En natuurlijk zie ik alles. En natuurlijk is het ook niet zo moeilijk om te zien dat het niet goed gaat bij Sparta. Zeker op sportief gebied. Daar ben je niet doof van. Maar de vraag was niet of ik doof of blind was. De vraag was van waarom het zo lang heeft geduurd. En waarom het zo lang heeft geduurd is gewoon dat in tot aan de periode februari er heel veel duidelijkheid was welke koers we zouden varen. En daar stond iedereen achter. Ja, en daarna moeten we nieuwe stappen doen. En dat is redelijk snel verlopen nog. Ja, maar ik heb toch het idee gehad dat Willem Brucker en jij een bepaalde gedachten hadden, maar de hele wereld om jullie heen het heel anders zag. Wij zagen het toch al fout gaan op het moment dat Adrie Bogers werd aangesteld. Toen dacht ik al, als Adrie Bogers gaat mislukken, gaat dat jou je kop kosten. En dat is uiteindelijk gebeurd. Nee. Dat is niet gebeurd. Het is het verkeerde moment waar je hebt. Het moment is gewoon heel simpel. Wanneer het mis is gegaan, dan kan ik voor mezelf zo goed aanvoelen. Dat is de periode februari, maart geweest. Van dit jaar? Nee, van 2013. Februari, maart hebben we besloten. Voor die tijd heb ik bijna 2 jaar in alle stilte kunnen werken. Was het rustig rondom Sparta, waar de lijnen en alles was goed gesloten. In februari, maart hebben we besloten om met aandelen te gaan. Op dat moment zijn wij, en wij bedoel ik dan raad, commissaris, directie en de belangrijkste sponsorgroep, zijn naar buiten toe getreden. Hebben heel veel mensen benaderd, hebben heel veel mensen gesproken. Het nadeel daarvan is dat je dan in één keer over heel veel zaken gaat praten. Niet alleen over de financiële huishouding, maar gekoppeld met de financiële huishouding komt dan ook de spelersbudget, komt de toekomst, komt de fondsa. Daarmee wisten wij dat het geweldig zwaar ging worden. We wisten ook dat het toen het rumoer ging komen. Dus het rumoer is gewoon al een jaar lang aan de slag. Maar natuurlijk, laten we wel zijn, toen Adrie Bogers aangesteld wordt. Ja, die man heeft geen enkele reële kans gehad om succesvol te worden. Komen we straks nog op Adrie Bogers terug. Gaan we nog even jaar 2013 verder doorlopen. Want toen moest je uiteindelijk Michel Vonk ontslaan. Komen we ook nog op terug. Toen liep het seizoen uiteindelijk niet goed af. En toen heb jij je ontslag aangeboden. Nee, eerder al. Ik heb wel op 17 mei, want we hebben toen de hele dag vergaderd op een externe locatie. Maar van tevoren had ik al aangegeven van luister eens, het derde jaar wordt een hel. Dat wordt zo moeilijk. We zijn financieel, hebben 2 jaar moeten overbruggen met heel veel steun van externe mensen. Dat wordt zo moeilijk om het derde jaar in te gaan. We hebben nog geen trainer. We hebben nog geen nieuwe selectie. We kunnen geen enkele toekomstvisie uitdoen totdat we klaar zijn met het voetballen op de allerlaatste dag. Heel eerlijk, zoals ik ben, moet ik wel zeggen dat er een andere club was die naar mij geïnformeerd had. Dus ik heb gewoon eerlijk tegen de Raad van Commissaris gezegd in de periode april, en dat vaak herhaald tot en met 27 mei, zullen we afscheid nemen van elkaar. Nu kan het, nu kunnen we gewoon uitstekend bij elkaar weggaan. Laten we uit elkaar gaan en gaat Sparta een nieuwe koers. Want het derde jaar, ja jongens, 27 mei moesten we nog, ik dacht nog 8 nieuwe spelers halen en een nieuwe trainer aanstellen. Maar goed, toen zei je? Toen zei ze nee.
We willen niet hebben dat je gaat. We hebben je nodig. We hebben je hart nodig. We hebben je nodig om de koers te varen. Zeker in deze tijd, Wiljan. De tijd is gigantisch kort. We kunnen geen nieuwe stappen maken. We geloven in de koers die we uit hebben gezet. En natuurlijk zijn we allemaal teleurgesteld dat het sportief niet gekomen is wat we graag wilden. Maar we gaan verder in de wijze waarin we... Dat heb ik, toen heb ik al aangegeven, luister, is dat wat moeilijk hier? Want ik merk dat er veel rumoer gaat komen. Dat komt omdat we heel open zijn geweest. De sterke positie die we de eerste kleine 2 jaar hadden, die was wat weg aan het gaan. Toch heb ik mijn eigen geconfirmeerd aan hun. Hun ook aan mij, dat ik dat ook eerlijk zei. En toen is ook je vertrekregeling aangepast. En toen is mijn inderdaad een aanpassing geweest. Zowel dat ik niet weg mocht gaan. En dat ik ook niet hun zomaar van mij af konden komen. Dus jullie zijn toen dat commitment aangegaan. Als jij het verbroken had, had jij een bedrag moeten betalen? Ja, behoorlijk. En als zij het zouden verbreken, dan moesten zij een bedrag betalen. En dat is nu aan de orde? Nee, dat is niet aan de orde. Wat we hebben gedaan is, je kunt 2 dingen doen. Je kunt heel sterk tegenover elkaar zijn. Wat we hebben gezegd, nee, we zijn een onderling overleg gegaan. Van hoe kunnen we nou op de beste manier van elkaar afscheid nemen? Niet op de harde kant, want dan krijg je echt A ten opzichte van B. En B ten opzichte van A. Dat hebben we niet gedaan. We zijn tot een overleg gekomen waarin we hebben gezegd van, hoe kunnen we door voor beide partijen, met instemming van beide partijen, met goed wil, toch zeggen van, oké, jongens, zo gaan we uit elkaar. En dat betekent dat ze je doorbetalen? Dan drukt het ook minder op de liquiditeitspositie. Maar wat gebeurt er nou als je een nieuwe club vindt? Nee, kijk, het gaat me te ver om de regeling helemaal uit te leggen. Ja, maar dat snap ik. Er is zoveel verteld. Kijk, en ik vind gewoon, ik heb een commitment met die mensen. Keurig netjes afspraken. Dat wij bedragen niet in de media maar daar vragen we ook echt niet naar. Maar de vraag is, stel wat je voor... Wat ik wel één ding wil tegenspreken. Ik heb ook eerst gelezen dat ik een tankpas krijg. En dat ik die mag gebruiken in lengte van jaren. Het is niet zo. Het is gewoon tot dan een bepaalde periode. Of hoe sneller ik een club heb, dan ben ik het gewoon vanaf. Dan is de auto gewoon voor de club en ook de tankpas. En dan ga ik daar. En ook het geld? Niet het geld, nee. Oké. Okay. De wedstrijd dan. Zullen we daar even naar teruggaan afgelopen zaterdag? Die heb je niet gezien, hè, Wiljan? Nee, ik heb zaterdag niet gezien, bewust niet. Is dat moeilijk? Kijk, als je zegt ja, want en ik zal het niet zeggen, want dan krijg ik daar weer kritiek op, maar je bent wel verbonden met deze club. Ik heb daar 5 jaar gezeten. Ik heb 2 jaar trainer geweest. En ik heb het met heel veel liefde en plezier heb ik bij deze club gedaan. Betekent en ik weet hoe zwaar het is op het moment als je dit soort wedstrijden moet gaan spelen. Betekent ook dat ze je nog vaak gaan zien bij Sparta? Je hebt jezelf supporter genoemd. Ja, ik denk dat op dit moment, gezien de beschadiging die ik door heb gemaakt, de eerste tijd ik zeker niet in het Sparta Stadion kom. Nee. En of ik er ooit nog kom, dat denk ik niet. Laten we eerst nog even teruggaan naar het verdriet van afgelopen zaterdag rondom Sparta Almere. Heel druk is het niet meer bij de thuiswedstrijden van Sparta. Maar nog altijd zijn er zo'n 4000 fans die hun club niet in de steek laten. Ze worden al jaren niet meer verwend op het kasteel. En Wiljan Vloed heeft dat niet kunnen veranderen. De spelers die gehaald zijn, daarvan zeiden de mensen en de supporters ook dat het in eerste instantie goede aankopen waren. En op de een of andere manier, zodra ze hier weggaan, breken ze wel door bij andere teams. De spelers, 30 spelers aangetrokken en weinig spelers in de basis. Jeugd bijna geen kans gehad, dus daar voel ik hem niet zo sterk in. Ik twijfel of je alles op Vloed kunt schuiven. Daar heb ik zo sterk mijn bedenkingen bij. Hij heeft wel gefaald, ja, al duidelijk. Ja, helaas wel. Kijkend naar de prestaties van het eerste elftal heeft deze supporter volkomen gelijk. Sparta is sportief failliet. En daarom is het niet verrassend dat de verantwoordelijken daarvoor zijn verdwenen. Maar goed, ook hij wist, en dat heeft het ook gezegd in de pers, ja, mijn technisch beleid heeft niet tot resultaten geleid die ook hij er natuurlijk en hij in de eerste plaats van gehoopt had. Ja. En dan was het weer heel lastig los te koppelen, de functie technisch en algemeen directeur. Dan kun je zeggen, ja, als technisch directeur niet geslaagd, dus algemeen directeur wel. Maar ja, die functies waren te zeer verweven intussen. De directeur wegsturen is één, maar dat is pas een eerste stap op weg naar een herstel. Want met alleen het vertrek van Vloed is de club niet gered. Wij hebben dus gezegd, ik heb 4 punten steeds genoemd. Promotie, financiën op orde, dat betekent break-even, no profit, no loss op zijn minst. Een goede jeugdopleiding en een goede amateursector om de clubsport in stand te houden. Dat zijn de 4 prioriteiten en daar gaan we keihard aan werken. En hoe is het gesteld eigenlijk met die 4 prioriteiten? Ja, de amateurclub, daar gaat het niet goed mee. Dat mogen duidelijk zijn. De jeugdopleiding die staat, maar die stond al jaren. Ja, de financiën, het is bekend en promotie is verder weg dan ooit. Dus het gaat gewoon niet goed. Dat mogen duidelijk zijn. Die 34 spelers, Wiljan, die zijn hier aan tafel heel vaak teruggekomen. Ja, dat klopt. Nou ja, kijk, aantallen zal kloppen, maar aantallen zegt me helemaal niets.
Ik hoef niet te wijzen naar andere clubs hoe dit dat hebben gedaan. Ik kan alleen herinneren, toen ik kwam, toen heb ik toevallig ook een column van Ruud nog gelezen op 20/4/2011, waarin hij aangeeft van jongens, de hele selectie moet eigenlijk vervangen worden. Dat was ook nodig. Er waren gewoon heel veel spelers die een contract hadden, of als ze verlengd werden, heel hoog contract, dus hoog salaris. Nou, dat hebben wij gedaan. Dat betekent dat je het eerste jaar ongeveer een speler of 15 moet vervangen. Nou, dat is eigenlijk veel te veel van Club Sparta. Laten we dat voorop stellen. Dat vind ik ook. Nou, het tweede jaar zijn we gestart. Toen hebben we met name wat veranderingen gedaan. Toen heb ik wat jongens weg laten gaan die op een dood spoor zaten. Wel of niet in relatie met de trainer. Nathan Rutjes is een voorbeeld. Die jongen die had heel veel salaris. Support is heel erg, hè? Ja, maar kijk, dat was ook heel erg. Maar Nathan had salaris ingeleverd en zou niet gaan spelen onder Michel Vonk. Nou, dan ga je met Nathan in gesprek. Zeg, Nathan, wat wil je? Ik kan niet nog een jaar op de tribune zitten, William. Dat kan ik echt niet. Nou, dan heb ik ook een menselijke kans. Heb ik dat gedaan met Tom Overtoon. Dat heb ik gedaan met Smels. Dat heb ik gedaan met Mark Veldmaat. En heb ik gedaan met Nathan Rutjes. En dan moet je er net weer een paar meer halen dan dat je eigenlijk gepland had. Ja, dat vind ik niet erg. Want ik vind ook dat je jongens als Nathan Rutjes en Mark Veldmaat, die doe je niet aan om een jaar op de tribune te zitten. Dus dan heb je een menselijke kant. Dan zeg je van, oké, als we dat weg kunnen halen, dan halen we daar wat andere. En langzamerhand hebben we weer wat jeugd toegevoegd. Want we zijn begonnen met 2 en volgens mij zijn er op dit moment 11 jeugdspelers. En nou gaat het niemand eigenlijk om die aantallen, maar het gaat wel om de verhouding tussen het totaal aantal spelers wat je gehaald hebt en uiteindelijk, Ruud, het aantal spelers wat slaagt. Hebben we daar nou discussie over? Nou, nee, ik denk dat daar geen discussie over is. Alleen de man die ze aangetrokken heeft zal er anders over denken dan ik. Ik zeg dat er te veel mislukt zijn. Ja, daar zal William anders over denken. Maar ik blijf achter die boodschap staan. Te veel zijn er mislukt. Want ga maar na. Ik vind Jeroen Veldmaten, dat vond ik een topaankoop. En eigenlijk daarna wordt het heel lang stil. Sinou doet het goed dit jaar. Ja. Ja, maar kijk, op de eerste plaats moet je heel goed opletten wat je zegt. Jeroen Veldmaat is geen aankoop geweest. Die hebben wij voor niets kunnen krijgen van Groningen. Dat is het netwerk waar je hebt. Absoluut. Ik heb 0 euro uitgegeven aan spelers aankopen. Ja, maar ze hebben toch salaris allemaal gehad? Nee, maar even uit laten praten. Dat doe ik ook. 0 euro aan transfer. Dus ik heb niks gekocht. Ik heb ongeveer voor 2,3 verkocht. En dan tellen we Stroomman niet bij. Dus die verhoudingen zijn goed. Natuurlijk. Kijk, de discussie kun je hebben. En dat zou een hele goede discussie zijn geweest. Als je zegt van William, had je het salarishuis niet los moeten laten? Had je misschien 4-5 spelers moeten hebben die meer gingen verdienen en wat minder in de kwantiteit. Dus wat meer in de kwaliteit. Dat vind ik een inhoudelijke discussies die heel relevant zijn. Dat heb ik nu de afgelopen tijd ook wel eens gehad met Corpot. Maar zeg je daar eigenlijk mee van, daar heb ik eigenlijk spijt van. Ik heb te veel middelmaat gehaald en ik had beter wat spelers. Je neemt de beslissing en die beslissing, ik zal afgelopen jaar heb ik lang met Henk te kaart overleg op wat we moeten doen. Henk zei met name tegen mij, die as moet je sterker maken. Dus dan haal je Voskamp, iedereen stond op de banken. Soufiane haalde, iedereen stond op de banken. Ramstein, iedereen was enthousiast, alleen Sinou niet. Dan vond men te oud. Maar dat hebben we beurs gedaan om die as sterker te maken. Daar hadden we een bedrag voor 3,5 ton. Nou, en dan moet je wat in de breedte. Omdat Slijngaard niet fit was aan het begin van het seizoen, hebben we een speler gehad die in ieder geval op die positie Michian daar kon spelen. En Pieter Nijs, ja, er was hier en daar wat discussie over. Pieter Nijs, is dat middenvelder of is hij rechtsback? En Renzo, dat was een speler uit de jeugd die net voor de zomer zijn blessure kreeg. Dus dan moet je een alternatief halen die binnen een salarishuis is. Nou, dat vind ik, dat hebben we gedaan. Ik vind het nog steeds een prima keuze hebben gaan. Alleen achteraf kun je misschien zeggen, hadden we misschien niet Michian en Gielissen moeten halen, wat langer moeten wachten voor de jeugd. En misschien een speler moeten halen die boven de ton verdient. Nou, dat vind ik een inhoudelijke discussie die ik zeker niet uit de weg ga. Maar dan hebben we het over inhoud. Maar om zomaar spelers te zeggen van ja, naar aantallen kijken en wel of niet geslaagd. Ja, ik zie Jens van Zon elke week bij Eindhoven uitblinken. Ja. Maar dan is er toch de volgende vraag die er ligt. Waarom lukt het bij Sparta niet? Nou, er zijn een aantal jongens, inderdaad, er is een aantal jongens dat weggegaan is en uiteindelijk is opgebloeid bij een andere club. Helemaal mee eens, Ruud. Wat het probleem een beetje bij Sparta is, men moet gaan beseffen dat we in rustig vaarwater moeten gaan komen. Spelers vinden, spelers die hebben gespeeld en ik heb altijd, wat ik dan doe, is naar de andere keer bellen. Zo heb ik Jeroen Veldmaat gesproken, Jens Verzonde, noem ze allemaal maar ook Nathan. Die laten allemaal toch zien van jongens, aan de buitenkant lijkt het een hele mooie club. Maar er is te veel onrust in de situatie. En dat hebben we het eerste anderhalf jaar weg kunnen doen. Maar een club als Sparta, die nu vanaf februari 2013 in onrust zit, ja, dat is niet prettig voor spelers. Maar dat is toch niet, jij geeft zelf aan, aandelen, dus zijn we open, dus komt er onrust. Ik denk dat in die fase ook de RTL 7 docushoop Ortec verhaal, dat dat ook een aardig schepje heeft bijgedragen aan de onrust. Ja, natuurlijk. Kijk, heel simpel. Als ik achteraf alles weet,
dan is het heel makkelijk. Als we kampioen hadden geworden, hadden ze me op de schouders genomen. En doe je dat niet. We zijn in oktober begonnen met de serie. Er zat een visie achter. En die visie die is gewoon heel simpel. Over 5, 6 jaar is bij meerdere clubs zitten aan de gang. Kijk de discussie nu maar met de tunnel bij Twente met Pelle. De situatie met Pieters bij PSV. Ik denk dat het veel meer komt. We hebben dat gedaan. We zijn er revolutionair mee aan de slag gegaan. Ja, en als ik alles had geweten. Als iemand tegen mij zegt van William, deze uitzending die je nu gaat maken, dat kost jou het kampioenschap, was ik de eerste geweest die de stekker eruit had gezet. Maar niemand, ook ik niet, heeft dat van tevoren kunnen. Maar het heeft de club wel geld gekost. Het heeft de club geld gekost, dus het heeft de club ook opgeleverd. Want je moet niet vergeten. Ja, maar je moet. Ja, nee, het heeft niet een paar ton opgeleverd. Want op een gegeven moment krijg je ook wat geld terug. Je moet niet vergeten dat onze sponsoren op televisie kwamen bij RTL voor de eerste divisie Jupiler League. 40.000 kijkers. 40.000. Door die uitzending kregen ze een exposure van 275.000 mensen. Een beetje de cijfers van FC Rijnmond. Misschien iets hoger, ik weet het niet. Maar... Nog een ander punt waar onrust door ontstond. Jij haalde Michel Vonk, je moest Michel Vonk ontslaan. Jij haalde Adrie Bogers, je moest Adrie Bogers ontslaan. Jij gaf Arjan van der Laan een kans, je moest Arjan van der Laan ontslaan. Jij haalt Gert Kruis en die faalt opzichtig. Dat doet de rust ook niet bepaald. Nee, dat doet zeker niet goed. Nee, laten we het zeggen. Kijk, Michel, mensen begrijpen niet. Ik vind Michel, die heeft echt bijgedragen tot de topsportcultuur bij Sparta. Toen ik kwam, en het is heel simpel. Mensen wisten dat bij Sparta het helemaal stuk zat. Zelf Ricky van den Berg, goede vriend van mij, die zei, William, het is helemaal stuk. Het is geen topvoetbal meer. Maar nou even naar die training. Dus dat is Vonk. Vonk heeft dat prima gedaan. Vonk heb ik in de situatie ontstaan. Daar heb ik achteraf, denk ik, ik had in de winter wat anders moeten ingrijpen. Ik zag dat het in de staf niet goed zat. Daar leverde veel spanning op bij Michel, waarbij het in de communicatie minder werd. Dat hebben we gedaan 1 april. Daarna hebben we Henk de Kaart als tussenpauze gehad. Dat vind ik ook geen ontslagprocedure. Henk heeft het gewoon fantastisch gedaan. Die heeft weer hoop gebracht. Niet in de resultaten, maar wel in manier van spelen. Maar die kan je niet op je eigen konto schrijven. Die heb je door je strot geduwd gekregen door de sponsors. Nee, ik heb niemand door mijn strot gekregen. Dat vond ik echt niet. Ik heb wel de tip gekregen van sponsors, maar ik kreeg de tip van Hanegem. Ik kreeg de tip van meerdere oudste trainers. En ik kreeg onder andere een tip voor Henk de Kaart. Die heb ik gewoon zelf gebeld. Daar heb ik zelf afspraken mee gemaakt. Daar heb ik zelf de volgende dag mee gezeten. Hij zat s'avonds in Studio 1. Ik heb s'nachts er om 12 tot 1 overleg gehad. En 's morgens om 9 uur nog overleg gehad. Ik heb wel de tip van een sponsor gekregen, niet van mezelf. Ik zit een beetje met de eindtijd van die uitzending. Bogers? Ja, Bogers. Heel simpel. 26 mei werden we geconfronteerd met trainers die niet wilden komen. Daarvoor hebben we uiteindelijk wat gesprekken gehad. Onder andere ook met Bogers. En dat hebben we gedaan. Met heel breed nagevraagd. Wel een risico. Dat men zei, als er tegen zit, krijg je dat je zich wat meer terugtrekt. Nou ja, onderbuikgevoel heb ik niet laten spreken. En daar pak ik ook alle verantwoordelijkheid voor op. Ja, dit is gewoon geen goede keus geweest. Ondanks dat ik moet overleggen met de Raad van Commissarissen, had ik als voetbalkenner hier wat meer mijn onderbuikgevoel moeten laten spreken. Kruis ook niet? Nou kijk, eerst wil ik reageren op Arjen van Laan. Arjen van Laan is niet ontslagen, jongens. Hij is naar Sparta gegaan. Die is gewoon tijdelijk een functie gekregen. En die heeft gewoon daarna met mij uitstekend gesproken. En die werkt gewoon nog. Dus hij is helemaal niet ontslagen. Voldoet naar alle tevreden. Nou, met de tyfus in zijn lijf loopt hij wel rond. Nee, helemaal niet. Want Arjan en Peter van den Berg hebben beide coachbetaald voetbal gedaan. Hebben beide een individueel traject gedaan. En beide weten waar ze aan toe zijn. Dus dat is, denk ik, weer het roddelcircuit, laat het dan maar houden. En Gert Kruis, we hebben de hele kerstvakantie doorgewerkt met Leo Beenhakker. Om Leo en ik elkaar moesten leren kennen. En toen hebben we uiteindelijk gezegd, we moeten een ervaren coach halen. Een coach die eigenlijk, zeg maar, met nu in deze hectische, moeilijke tijd, met zijn charisma en zijn charme dit kan doen. Nou, volgens mij is Gert Kruis zeer ervaren met 500 wedstrijden. Laatste minuut. Toekomst van de club? Ja, die is nu dat er een aantal bezorgde verontruste Spartanen bezig zijn onder leiding van Rob Westhoff de club door te lichten. Hoe staat het ervoor? Dat zijn sponsors, maar dat zijn ook bekende namen als Nico de Borst, Ferris van der Vlies, Alex Klein. Die kijken allemaal hoe de club er nu voor staat. En aan de hand daarvan gaan ze actie ondernemen en zal er een plan op tafel komen. Dat plan is er nu nog niet. Ik vind trouwens wel dat je heel vaak zegt van had ik beter kunnen doen als ik dat had geweten. Een groot mea culpa had ik wel mooi gevonden van je in deze uitzending. Maar ik vind wel meer dingen mooi, Ruud. Maar kijk, heel simpel. Als jij gewoon terugleest naar wat jij hebt geschreven 2004-2011... dan moet je mij een groot compliment geven. Want alles wat jij in jouw verzoek schreef toen deed naar de Spartanen is nagekomen. En het tweede verhaal is, er ligt een uitstekend plan bij Sparta. Zowel op technisch gebied, maar ook op bezuinigingsplan. 1 februari ingeleverd bij de Raad van Commissarissen. Er moet bezuinigd worden. In samenwerking met Sport 5 kan het in ieder geval op financieel gebied een goede club staan die het wel moet. Heeft, maar op een goede, gezonde manier op Jupiler League niveau kan spelen. Ik moet het afronden, jongens. William, dankjewel dat je het was. Vind ik erg sportief. Ruud, bedankt. En jij bedankt. Je was een fantastisch publiek. Tot vrijdag. Dag.
van die filmmachinist. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Classy Girls. Kleding voor meisjes met stijl.